Hallo mensen van Dus David Games, mijn naam is Hans en ik ben samen met... Kees! Oh Kees, holy shit, wat heb je verkrekte stem gekregen? Ja, ik ben Kees! Kees, zit je wel in blauw? Ja, jij ook? Ja, wel leuk. Gaan we weer de linkstactiek doen? Oh kut, ik doe de fallback. Ja, yeah, links. Ik had de verkeerde dinges gedaan. Iedereen weet dat links overpowered is. Echt, hè? Rechts is zo voor de hand liggend. Die kan je dubbel opvatten. Oké, ik ga voor links. Ik ga ook voor links. Ik heb rapid fire nu op mijn pijl en boog. Of vind je die? Oeh. Ik heb die ook. Ik wou eigenlijk geen archer zijn. Maar het gebeurt gewoon. Een soort van als je ei laat aanbrengen. Zit er nou iemand in de toren? Ja, die zat te campen achter de toren, maar ik ben aan de achterkant. De dienst aan het weghakken nu al. Auw, ik heb er nog iemand op me. Oh. Oh no. Turret, don't kill me. Ja, oké, go. Nee, hij is critical. Oh, laat maar. Ja, daarom, go. Oké. Fuck. Waarom word ik aangevallen? Ja, hij is down. We can go now! Now we need to dodge the Red Army. Ik ben dood. Oh, really? Oh, we hebben een keer goede tegenstanders tegen ons. Wat dan? Onze blauwe toren is ook kapot. I have chosen the warrior kids. En daarmee ga ik ten strijd. Ben ik dood eigenlijk nog en moet nog 30 seconden wachten, maar dat maakt niet uit. Ah, arme Gijs. Ja, hè. Oh, Niels, jongen. Oh, nee. Dat is ons... Godverdomme, dat is ons Nexus. Oh, hij heeft gehackt dus. Must be hacks. Of hij is langs alle turrets gaan lopen. Ja, dat bedoel ik. Maar wij zitten de turrets aan de mol. Ja, ik heb bijna een turret helemaal in mijn eentje neergehaald, hoe vind je die? Iedereen is aan het vechten en ik zit hier gewoon heel skum met een turret kapot te maken. Ruim, kijk, hier. 1, 2, nu is die dank. Oh, niet? Huh? Hey, pak jou dan. Fucking... Wat? Ik ben die hele turret rondgegaan. Oh, ik... Wat? Nee, ik zat vast. God dang it, ik ben dood. Ik ben die turret nu 2 keer rondgegaan. Hoe is de turret niet stuk? Wat? Gijs. Ja. Ik ben met dat rode 2 keer die turret rondgegaan. Hij is down. Oh, nu pas. Wauw. Dat duurde lang. Ik ben dood. Kuku. Dan moet ik huilen. Dan ga ik je pakken. Shit, ik ben midden langs gegaan. Oh, noos. Het is misschien een slim idee, hè? Als wij wat defenders te laten staan. Paar mensen defend. Godver de aardappel. Ik moet nog 10 seconden, anders gaan we dit verliezen. Hopelijk heb ik mijn warrior kit en kies ik zo meteen een keer mijn... Oh shit, laat ik dat ook even doen nog. Warrior kit, yay. Nee. Waar is de fucking... Oh, daar is de... Neem jullie op? Nee, doen we niet. Nee, dat vind ik me stom. Video's opnemen, echt een hel. Oh, dit is blauw. Als Teus nou gaat defenden, ga ik weer verder met mijn sloop. My wrecking! Sloop in die handel! Zo? Blue Tower has been critically damaged. Yeah, heb screenshot, feest. Kom, hier. Jij gaat gewoon... De PvP skills! Nee. No. Wat? Ja, gewoon zo'n gast die gewoon doorrent langs alle turrets. Ja, dat is best wel... Oh, we hebben hier gewoon waardige tegenstanders in dit epische slachtgevel. Oh, ja, je hebt weer goed het, nee! Ook voor het eerst. Shit, ik ben dood. Wat? Oh. Ik ben gekickt voor flying. Meen je niet? Ja! Echt?
Ja, what the fuck? Nee, dat kan niet. Ik ga terug de server in. Hopelijk kan ik de lobby in, anders ben ik woedend woest. Ben je echt gekikt voor vliegen? Ja! What the fuck? Het staat gewoon in de opnames. Dan moet ik helemaal teruglopen. Lol, hoe kan jij nou gekikt worden voor vliegen? Ik weet niet. Ik drukte op mijn dat zwaardje om weg te komen en toen... You have been kicked from flying. Wat? Wat? Oké. Kan ik eigenlijk wel ergens naartoe kopen? Stop spamming! Echt? Stop! Oh, ik zit er weer terug in, hè? Ja, zit je er weer in? Ja. Oh, wauw, Gijs, what the fuck? Ken je dat niet? Als je zeg maar... als je al in de game zit en je leave dan... Ja. Dan kom je weer terug in de game. Oh, echt? Is dat meteen nieuw? Dat wist ik niet eens. Dan kom je zeg maar in dezelfde game waar je zat, kom je dan weer terug. Soort van League maar of Legends! We zijn een beetje aan het verliezen, Gijs. Ja, ik heb ook zo'n idee. Onze defense is poep en hun rush als een malle. Ja, daarom. Dus ik wil eigenlijk even winnen als dat kan. Ik ga keihard defenden zo meteen. Over 26 seconden. Voor de rest van de tijd ga ik lekker rondspringen. Nee, ik ben voor de turrets. Voor de turrets van hun aan het gaan. Fuck. Als jij dat doet, dan ga ik mooi defend. Oh, damn parkour skills. En ik zit vast in de fontein. Nice, ik heb iemand gekild. GG. Vincent OP. Heb je ook een bloodthirster? Ja, en een Phantom Dance Girl. Oeh. Nou, what the fuck? Nee, ik heb weer mijn... Ik wil geen... Ik wil mijn... Nee. Ik ga niet dood. Kom met me, bro. Oh nee, dit is genaaid. Ik ben met iemand aan het vechten. Ik krijg meteen 30 turret klappen op mijn hoofd. Nee. Wow. Stomme poepje lava. Je gaat gewoon dood. Gewoon weg met jou. Nee, ah! Ik ben weer dood. Hey Vincent, oké. Okay. Hey. Vincent. Ja? Vertel eens iets cools. Vertel. Nu moet je iets cools vertellen. Oh, ik dacht dat jij wat cools zou vertellen. Nee. Wat dan? Dit is zeg maar jouw coole moment. Mijn coole moment. We hebben verloren. Nee, we hebben gewonnen. Druk even 1 in. Gefeliciteerd Vincent met je overwinning. We hebben gewonnen dit potje. Niemand ziet de chat dat we hebben verloren. Gewonnen, hè? Hey, we zijn ik ben voor het eerst terug in de lobby. Oh, ik ben gekikt. Oh, ik zit weer in de lobby. Nou mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Dat we natuurlijk hadden gewonnen, want we kunnen niet laten zien dat we verliezen. Wij verliezen nooit. En winnen altijd, wat de fuck is dit? Ja, inderdaad. Je zag toch van die sparkles, dus we hadden gewonnen. Daarom. Ja, daarom. Daarom. We stonden helemaal niet achter, dus dat scheelt. Precies. Dus vergeet niet te abonneren op G-Typo. En de Dutch Terms natuurlijk. Kanalen staan onder in de beschrijving. Mocht je het leuk vinden, abonneer ook even op de Stuift Games. Like deze video, want wij vinden dit echt gewoon een geweldige game mode om te spelen. Dus en, hoe vaak jij like, hoe leuker wij het vinden. En doe des gewoon... te meer gaan wij het uploaden. Hey. Dat bedoel ik, want we zijn nu al uploaden nu best wel vaak dit, Gijs. Ja, misschien hè, moeten wij een speciale rank. Ja, dat denk ik ook. Wij moeten gewoon vragen voor een speciale rank. Zullen we dat doen? Kunnen we doen. YOLO! Tweet allemaal @dusdavid, wij willen een speciale rank. Geef @gtipo @thedutchterms een speciale rank. Ja, dat vind ik een goeie. En wie weet gaan we dan dagelijks uploaden. Hey. Oh, zullen we dat doen? Oh, hey. Weet. Als we de rank krijgen en jullie tweeten zo goed. Hey. Ja, dan wel. Oké, nou, doe dat en dan tot de volgende keer. Later.